Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een nieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time, zoals ik altijd zeg, kan je zoveel dingen doen. En waarom zou je niet eens creatief bezig zijn met jouw quality time? Mijn gast heeft besloten om super creatief te zijn. En vandaag zit bij mij Geneva Lehman. What me is a little Q-Time. Hi Geneva. Hey Jelena. How are you doing, girl? Good. Je ziet er prachtig uit. Thank you. Je moet direct zeggen, I did it myself. Dus dat, hè? Geneva fashion. Nee, oké, dan. Dat zal mijn volgende vraag zijn. Want Geneva Lehman is ook de owner van Geneva Fashion and More. Yes, dat klopt. Vertel me een beetje over je business. So, Geneva Fashion and More is eigenlijk een online een kledingbedrijfje. Mm-hmm. Ik zeg bedrijfje omdat het nog bedrijf wordt. Mm-hmm. En we stikken kleding en ik ben onlangs gestart met een nieuwe onderneming en dat zijn het maken van matten. Ja, want die matten zijn nu hier allemaal hier. Yes. En ze zijn gorgeous. Thank you. Ja, want je hebt me uitgelegd wat jullie allemaal doen en je hebt je eigen creatie aan. Zo, jullie stikken kleren, wat voor kleren? Like, hebben jullie like, modellen, vaste modellen die jullie maken? Of als ik iets heb gezien en ik stuur het voor je, zeg, maak je het ja, voor me? Ja, dus eigenlijk is het custom made. Mm-hmm. Dus wat je eigenlijk wilt hebben, dat maken we. We maken dan verjaardagskleding, graduation dresses, ook huwelijkskleding. Ja, zo ja. Gek als je het maar weer bedenkt. Precies. Jullie maken het. Juist. Yes. En als we het op de kleding en designs houden, wat is het leukste of het mooiste dat je denkt dat je ooit hebt gemaakt? Ik denk mijn jurk. Ja? Ik had een soort van lighting dress gemaakt. Mm-hmm. U weet hoe die Cinderella dress echt zo aangaat. Mm-hmm. Dat was mijn grootste project. En ik had ook heel veel likes daarop gehad. What? En shares. Uh-huh. Dus dat was echt de leukste wat ik ooit eens heb kunnen doen. Voor mezelf. That's very nice. Vooral als je het ook voor jezelf kan doen. Ja, hè? Precies. You really felt like a princess. Helemaal. Ja, ja. Nee, dat heb je het goed gedaan. Dus je was daar lekker bezig kleren te maken. En toen zei van, weet je wat? Ik ga matten maken. Ja, dus waar ik dat idee vond. Mm-hmm. Ik was aan het scrollen op TikTok. Mm-hmm. En ik zag die matten. En toen was ik like, Eva, wie is u maakt dit al? Mm-hmm. Maybe I'm going to be the first one. Mm-hmm. Dus zeg, nou maar even tryen. Toen heb ik gezegd, nee, ik doe het. Mm-hmm. Dus nu doe ik het wel op de hand. Mm-hmm. Maar nee, we gaan te snel. We gaan terug. Je moet me rustig door dat proces brengen, toch? Ja, dus wat ik eerder zei, ik zag het op TikTok. En dan zag ik van, nee, ik moet dit in Suriname doen. Mm-hmm. En dan heb ik het dan gedaan. Dus je hebt je telefoon neergelegd en ja, die frame heb ik moeten maken, ja. Dat wel. Mijn vader heeft me geholpen om die frame te maken, want je mm-hmm. moet het doen op een stevige frame. Mm-hmm. En ik had toevallig al een kas in mijn stikruimte, toen heeft mijn vader daaraan bevestigd. Mm-hmm. Heb ik dan spijkers gezet aan de rand en dan stof gekocht natuurlijk. De jute stof heb ik dan gekocht en dan heb ik walgaren gekocht en mijn pennetje. En toen ben ik aan de slag gegaan. Maar als je zegt op de hand, hoeveel tijd gaat er nou zitten in zo'n matje? Zo, om eerlijk te zijn, de eerste matte die ik heb gemaakt was like 4-5 dagen, een hele week. Mm-hmm. Maar nu hoe ik dat een pennetje heb en nu de ervaring ook heb, mm-hmm. dan gaat het sneller, 3 dagen. Wow. Ja. En dan is dat zo'n modelletje? Ja, dus ik heb het dan op mijn telefoon en dan zet ik het op, connect ik het aan mijn laptop. En dan zet ik het met een beamer op mijn scherm. En dan moet ik wel het negatief beeld daarop zetten. Mm-hmm. En als ik dat heb gedaan, moet ik dan tekenen met stif. En als ik heb getekend, dan doe ik het dan met mijn pennetje. Ik steek hem dan. Wauw. Zo, je hebt je hele plan uitgezet. Je weet hoe het te werk gaat voor jou. Maar deze matten, zijn het, kan je ook echt gewoon je voeten erop vegen? Of zijn het gewoon decoratiematten die je... Ja, dus meer decoratiematten, maar ook kamermatjes. Ja, maar niet echt voor buiten. Nog niet. Want er gaat best wel wat tijd in zitten. Ja. Want hier heb je met zoveel kleuren gewerkt. We hadden in het vorige gesprek ook al over dat vooral deze... Je hebt gewoon het bruine gedeelte zijn 2 tinten. En dus dat allemaal met de hand. Ja, ja, ja. That's amazing, girl. Terwijl je zo bezig bent, vind ik het altijd leuk wanneer creatieve mensen hier bezig zijn. Like, wat is dat gevoel dat je zo krijgt wanneer je van niets gewoon iets maakt? Dus het gevoel dat ik krijg is dat ik gewoon de klant blij wil maken. En je wilt altijd enig in je soort zijn, denk ik hoor.
Voor mij is het zo. Mm-hmm. Dus als een klant met een design komt, ben ik echt zo enthousiast. Van, oké, zij wil dit en ik maak het. En dan laat het me goed. Ik voel me goed. En wie wil zich nou niet goed voelen? Dus dat. Ja, that's so good. Hoe je nu hier bent gestart, nu ben je met de hand bezig. Ik denk dat je voor altijd met de hand bezig gaat zijn. No. Want waar zie je dit matten maken naartoe gaan? Dus eigenlijk voor grotere bedrijven wil ik dan wel matjes maken. En wat u zei met de hand is wel veel tijd. Dus in de toekomst wil ik wel gewoon met de machine te werk gaan. Mm-hmm. Ja, dus dat is mijn focus nu. Dan kan ik wel een grotere matten maken. Nice. Je hebt je matjes zo, maar stel ik zie iets zo leuk en ik vind dat dit model, like de consistency, want het voelt ook gewoon echt lekker zacht aan. Stel ik wil zeg maar iets kleiners hebben, kan dat ook? Ja, is ook mogelijk, ja. Kleine matjes maak ik ook. Ja, dus dat doe ik gewoon op de hand, dan gaat het wel snel. Dat kan ik binnen 1 dag maken. Je hebt je inspiratie op TikTok gevonden. Je hebt er direct werk van gemaakt. Je hebt eigenlijk ook al je plan voor de toekomst ready. En als ik goed naar je heb geluisterd, is het de corporate world waar je eigenlijk die unieke mat, want waarschijnlijk een logo en zo wil je dat erin verwerken. Maar is er dan nog iets meer dat je wil doen? Gaat het kleren maken stoppen of ga je gewoon verder? Nee, mijn kleding en mijn werk gaat niet stoppen. Ik ben nog bezig daarmee. Maar nu is mijn focus meer op mijn matjes. En voor de toekomst wil ik wel groter gaan. Meer klanten aantrekken, ook klanten van het buitenland aantrekken. Dus dat is mijn focus nu. Nice. Als iemand nu thuis zou kijken en denkt van, ik wil ook zo'n matje hebben. Ik vind het leuk. Hoe kunnen ze je bereiken of waar kunnen ze je vinden? Of wat is het proces om een matje van jou te kunnen krijgen? Ze kunnen me bereiken op Facebook, Chinique Fashion & More. Ook op TikTok, Chinique Fashion & More. Ik heb natuurlijk een aparte page gemaakt. Dat is Rocks by Chinique. Mm-hmm. Dus daar kunnen ze me ook bereiken. Of op WhatsApp. En mijn nummer is 718-2614. Mm-hmm. Dus ja. En dan stuur ik gewoon een foto? Of Ik stuur de foto. En dan ga ik aan de slag. So it's easy as just that. Just that easy. En zeg maar, nu heb je je eigen shop, dus vandaar het kunnen ze het halen. Maar wil je ook zeg maar in winkels of zo verder gaan? Ja, ik wil wel in winkels leveren. Ik heb wel gevraagd naar als ik kan in hem leveren bij Red Apple, maar ze doen het een beetje moeilijk. Dus ik ga ergens anders vragen. Maar toen ik zag dat het de winkels niet echt heeft bereikt, heb ik de initiatief genomen om het zelf te promoten. Dus vandaar. En het is gelukt. En je gaat door. Ja, helemaal. Helemaal. Super nice. Yes. Ik wil niet eens alles zeggen. Eigenlijk heb je me alles al verteld. Je hebt een hele business draaiende dat al goed ging. Je hebt inspiratie opgedaan. Want mensen zeggen dat social media niet goed is. Look at you, getting inspiration. Is dat, en starting a new business venture. Je moet het gewoon goed gebruiken. Exact. Weet het te gebruiken. Ja. Is dat. En het werkt voor je. Helemaal. Ik vind het. Ik wil zeggen dat ik super trots op je ben, maar ik ken je niet. Maar even though I don't know you, ik you gotta know me. Hey, ze heeft het al gezegd. Ga zo door. It's so nice to see young people thriving en gewoon out of the comfort zone gaan. Precies. En iets nieuws creëren. Helemaal. So, ik wil je bedanken voor het komen. Thank you. En ik kan niet wachten om te zien wat er nog meer uit jouw handen. Ja, dus dat. Ik ga niet stilzitten, dus ja. We moeten blijven bewegen. Helemaal. Nou, nogmaals bedankt voor het komen. Yes. En jullie thuis bedankt voor het kijken. Vandaag hadden we Shanifa Liman, of Leman bij ons. En zij is de owner van Shanique's Fashion & More. Ze maakt haar eigen kleding, maar is recentelijk ook gestart met maken van haar eigen matjes. Ze ziet ze allemaal in beeld hier, super mooi. Maar als jij nu thuis kijkt en denkt van, hey, ik wil ook zo'n leuk matje, ga meteen naar Facebook, Shanique Fashion & More, of op TikTok, stuur haar een berichtje. Geen design is te gek, stuur haar een foto en ze kan niet wachten om van start te gaan. And remember, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.